Mijn doelen zijn altijd toch nog om nog beter te kunnen doen dan dat ik ooit heb gepresteerd. Dus vanavond gaan we er gewoon helemaal voor gaan. En ja, we zien wel wat dat resultaat wordt eigenlijk. Ik heb eigenlijk nog mijn lichtbril aan. Het is eigenlijk zo dat ik om geen jetlag te hebben eigenlijk, had ik die Propeak bril gebruikt. Die heeft me eigenlijk echt wel heel goed geholpen, moet ik zeggen. Nee, momenteel toch. maar 's morgens als ik opsta, heb ik eigenlijk licht nodig. Het is daarom dat ik die bril dan nog een half uurtje opzet eigenlijk als ik opsta. Ziezo, we zijn opnieuw aangekomen in het trainingsbad. De plaats waar alle atleten zich opwarmen. Tijdens mijn opwarming doe ik ook altijd nog een paar startjes. Nadien trekken we ons wedstrijdpak aan en maken we ons klaar voor de race. Voor ik de oproepkamer binnenga, zwaai ik nog wat los met mijn armen. En ik ben er klaar voor. En dan heb je de finale van de 200 meter schoolslag. Ik lig in baan 5. Naast mij liggen twee Amerikaanse zwemsters die deze morgen hele snelle tijden neerzetten. Zoals gewoonlijk start ik mijn eerste 25 meter met lange en krachtige slagen. De eerste 50 meter liggen we ongeveer allemaal op een lijn. Ik focus me vooral om mijn eigen tempo aan te houden en geen grote achterstand te maken met de twee Amerikaanse zwemsters. Dat 200 meter tempo voel ik zo goed aan. Na 100 meter voelde alles nog heel goed. De twee Amerikaanse zwemsters naast mij begonnen te versnellen. Iedere 25 meter probeerde ik op te bouwen en zette ik een versnelling bij. Nog 75 meter. Iedereen begint te versnellen. Na 150 meter draai ik ongeveer als zesde positie. Op dat moment waren niet alleen de Amerikaanse zwemsters heel snel aan het zwemmen. Maar bovenaan had je ook de Spaanse zwemster Jessica Val en nog een Chinese zwemster die iets sneller voor mij draaiden. De laatste 25 meter ging best goed. Ik wou door de muur gaan. Ik geef nog alles wat ik heb. En ik kom terug. Sneller en sneller. Dichter en dichter. Tot, bam, ik perfect de muur aantikte. Ik keek meteen naar het elektronisch paneel en zag nummer 3 achter mijn naam staan. Wauw, ik ben derde van de wereld. Al heel het toernooi was ik aan het wachten op de mascotte die men aanreikte op het podium. Dit was voor mij echt een droom die uitkwam. De volgende dag hadden we nog een paar uurtjes om een beetje de stad te gaan bezichtigen. Onze vlucht was pas 's avonds. Tijdens het wachten leerde Emmanuel tot 9 tellen in het Chinees. En nu? Emmanuel gaat dus tellen in het Chinees. 1, 2, 3. Oh. Liu. Liu. Chi. Cha. Chi. Pa. We besloten om een boottochtje te maken. Wat niet zo goed was hier in China, in Hangzhou, is dat de meerderheid van de Chinese bevolking geen Engels kan. Via hun GSM probeerden ze te vertalen wat we vroegen. 150. Dus we moeten 150 sowieso betalen, ook al wel een half uur.
Als ze willen gaan regen of niet? Gaan we toen nog niet? Wat zou je zien? Nog even genieten van het uitzicht. En dan mochten we terug naar het hotel. Wachten op onze taxi die ons zou voeren naar de luchthaven.